Hey nerds, hebben jullie afgelopen maanden voor de open beta een Battlefield 4 DLC gemist? Dan is dit je gouden kans, want DICE heeft eergisteren besloten om alle vijfde DLC's compleet gratis weg te doen, nerds. En ik praat hier over China Rising, Second Assault, Naval Strike, Dragon's Deed en Final Stand. Deze vijf DLC's kun je gratis downloaden op alle platforms en dan spreek ik hier over PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One en de PC. En wat heb je in die DLC? Mappen en wapens. En waarschijnlijk zijn er heel veel spelers die zeggen van de mappen zijn te groot. Ik vind het niet leuk om te spelen. De mappen zijn te open. Ja, dat klopt. Er zijn mappen die zijn te open, ja. Ik bedoel, er zitten er een aantal in China Rising en in Final Stand. En ja, ik vind ze ook niet zo heel erg leuk om te spelen. Maar ik heb wel alle 20 de wapens vrij weten te spelen. En dat kunnen jullie dus ook. Dat is dus een voordeel van die DLC als je dus de voordelen niet kan inzien van de mappen. Heb jij dus de afgelopen maanden premium aangeschaft, heb je pech. Dat is een beetje zonde van je geld geweest. Maar heb jij een aantal DLC's gemist die gratis waren afgelopen maanden, dan is dit je kans om die te grijpen. Tot wanneer deze DLC's gratis zijn is totaal onbekend. DICE heeft hier nog niks over verteld. DICE heeft hier nog geen boekje over open gedaan. Dus ik zou zeggen, grijp je kans als je een aantal DLC's hebt gemist in de afgelopen maanden voordat de open beta kwam van Battlefield 1. En ik zou zeggen, ga lekker grinden en lekker spelen. Lekker je wapens vrij spelen en lekker gek doen. Lekker de nerd uithangen. Ik hoop dat jullie hier genoeg informatie aan hebben gehad. En ik hoop dat jullie heel veel speelplezier aan zullen beleven. Doe die prachtige blauwe duimpjes omhoog en we gaan elkaar spreken. Later nerds!